Het stelt heel veel voor. Het stelt heel veel voor. Maar iedereen kan het. Dat wil niet zeggen dat het niks voorstelt, maar iedereen zou het kunnen. Herman Brood zou vandaag 75 jaar geworden zijn. Het is ruim 20 jaar geleden dat de eigenzinnige rockster en kunstenaar besloot om een einde aan zijn leven te maken door van het dak van het Hilton Hotel af te springen. Fotograaf Gerard Wessel volgde Brood jarenlang en maakte duizenden foto's. Omdat het Herman Brood is, betekent dat ook talloze onvergetelijke momenten. Deze heeft hij vastgelegd in een nieuw boek dat vandaag uitkomt met verhalen achter de veelal niet eerder gepubliceerde foto's. Gerard is terug op de plek waar het voor hem en Herman allemaal begon, aan de Lange Leidse Dwarsstraat. Ja, nu is het, de pui is natuurlijk fantastisch gerenoveerd. Maar destijds in de jaren 80 was het allemaal zwaar vervallen. En ik weet nog dat de deur stond op een kier open. En volgens mij, hij woonde helemaal op de bovenste verdieping. En dus ik ging in het donker naar binnen om te kijken waar Herman was. De nieuwe eigenaar van het huis op Driehoog blijkt thuis. En laat Gerard terugkeren in het huis waar hij Brood regelmatig opzocht. Nou, dat lijkt hij toch in al die jaren heel weinig veranderd, als ik het zo zie. Prachtig zeg. Ja, het is eigenlijk heel herkenbaar. Goeiedag, hallo. Hi Gerard. Ja, dit was dus de woonruimte van Herman toen ik hem voor het eerst ontmoette. En ik kan me goed herinneren dat daar aan de voorkant stond een bed. Het is natuurlijk een heel klein appartement. En daar heb ik helemaal gefotografeerd. Nog samen met Sandra, zijn kerstverse vrouw. Dat voelde een beetje ongemakkelijk. Maar ik had mijn camera bij me. Ik ben eigenlijk meteen gaan fotograferen. Kijk, ik zal je de foto laten zien. Nou goed, je ziet natuurlijk dat entourage in die kamer destijds een beetje magertjes was. Ja. In zoverre, het was toch een beetje rock'n'roll imago. Ja. En ik heb nog een tweede foto gemaakt. Je ziet ook aan Herman, zijn blik, hij vond het prachtig om te poseren. Ja. Persephone Abbott is de nieuwe bewoonster van het huis en is, alsof het zo moest zijn, ook een creatieveling. Wist u dat u in het huis woont waar Herman Brood ook ooit woonde? Nee, helemaal niet. Want u kent Herman Brood wel? Ik ken Herman Brood wel van naam, want ik was in 1992 naar Nederland gekomen om muziek te studeren. En dus ik ben een beetje bekend met zijn muziek. Ik heb het gehoord en ik heb ook begrepen dat hij schilderer was. Dus ja, best wel een kunstenaar. Van de Lange Leidse Dwarsstraat is het een paar minuten lopen naar het Leidseplein. Hier waren Gerard en Herman regelmatig samen te vinden. De fotograaf genoot van de uitstapjes die hij met de flamboyante Brood maakte. Nou, wat het eigenlijk leukste was, was eigenlijk zijn onvoorspelbaarheid. Je wist met Herman eigenlijk nooit wat er ging gebeuren. Eén ding was wel zeker, er gebeurde altijd wat. 24 uur per dag gebeurde iets. Ik vind het heel belangrijk dat het bovenste knoopje dicht blijft tijdens de val. Nee, wat voor je ervan? Zeg eens. Het is ongeveer wat ik had verwacht. Het eerste stukje. Het is heel lekker. Het is heel lekker. We gingen vaak te voet de stad in, maar ook wel eens per fiets. En ja, ook weer typisch Herman. Ik fietste achter hem, ik had mijn camera paraat. Ja, en dan laat hij dus midden op Leidseplein, laat hij zijn broek zakken. En hij fietst dus zo het Leidseplein over. Om maar mensen te chockeren en de aandacht te krijgen. De angst om niet op te vallen is de hele motivatie van het in de showbiz zijn. Dus dat is de oerdrift. Ik weet nog goed dat Sandra was zwanger, dus Herman had een pop bij zich in een draagzak. Dat noemde hij de oefenbaby. Dus hij ging op pad met zijn oefenbaby. Ja, ook natuurlijk een beetje voor de aandacht. En ik weet nog goed, ik heb een foto gemaakt voor het Amerikaan. Ging hij s'nachts om 3 uur op een bankje slapen met de oefenbaby. Ja, dat was natuurlijk fantastisch. Ja, en dat verzin je niet. Nou, daar kwam Herman mee. Dus ja, het was natuurlijk. Hij kwam altijd met fotografische cadeautjes aan. Ook maakte Brood zijn grootste kunstwerk op het Leidseplein. Hij mocht zich uitleven op de ijsbaan. Dat uitleven deed hij over het algemeen in zijn atelier boven Dante. Gerard was daar ook vaak te vinden om Herman al werkend of vooral pleziermakend vast te leggen. Ja, dit is dus het. We staan op het dak van het atelier van Herman, zijn laatste atelier, boven Dante, zoals wij het noemden. En er zijn nu nog steeds. Muurschilderingen te zien, gemaakt door Herman.
nog steeds duidelijk herkenbaar qua stijl, maar natuurlijk vervaagd. Ja, Gerard, hoe kijk jij terug op die periode dat je zo dicht bij Herman stond? Ja, kijk, het waren hele innoverende jaren. Het ging eigenlijk met zijn muziek zeg maar, in 1985 wat minder. Maar juist met de kunst ging het fantastisch. Het ging van pentekeningen van 400 gulden naar olieverfschilderijen van een paar duizend euro. Het werk van Herman Brood is modern, kleurrijk en hij maakt gebruik van uiteenlopende materialen. Ik geef mijn geheimen constant bloot. Dus daarom zeg ik altijd, goed kijken en snel naar huis en het zelf doen. Hier in dit atelier had ik ook een bed laten installeren, een koelkast. Dat was een soort tweede huiskamer. Ja, en daar gebeurt natuurlijk van alles en nog wat, behalve kunst maken. Maar ik was altijd welkom, ik kon alles fotograferen. En je ziet dat hij natuurlijk een geweldige performer is. En dat fotografische charisma is hij eigenlijk nooit kwijtgeraakt. Op de uitnodiging staat gesjochten aanwezig. Alles moet weg. Waarom heb je dat erop gezet? Het gênant vind als het blijft hangen. Denk je dat het blijft hangen? Sowieso niet, want wat blijft hangen pleur ik bij het groot veld. Dat is één ding wat zeker is. Wanneer staat dat te gebeuren dan? Ik ga er niet vanuit dat er iets blijft hangen. En jij? Het waren natuurlijk allemaal hele innoverende en artistieke jaren. En het levert mij fantastische foto's op. Ik heb echt duizenden foto's gemaakt. Maar niet alleen dat. Ik heb nu ook die verhalen ook beschreven in mijn boek. Brood en Gerard Wessel. En daar komt alles aan bod wat ik met Herman al die jaren heb meegemaakt. En ja, ik kan toch wel zeggen dat al die jaren dat zonder Herman, zonder zijn charisma, was het natuurlijk nooit gelukt. En daar ben ik Herman natuurlijk ontzettend dankbaar voor.